Yo YouTube, Antoine hier natuurlijk met een nieuwe vlog. En vandaag is natuurlijk de speciale dag. Vanavond ga ik dus naar Toerist Lemzee. En vooruit in Gent, ik zie het ongelooflijk hard zitten. Maar vandaag natuurlijk eerst nog een dagje naar school. Lekker gaan studeren. We hebben een paar uur studie voor de examens volgende week, jammer genoeg. Maar je weet nooit dat ik daar ook nog een keer een klein beetje vlog. Nou, ik weet het niet, ik ben het niet zeker. Maar jongens, vandaag dus Toerist Lemzee. Vandaag naar school tot 11:20. En dan ja, vanmiddag jammer genoeg moeten studeren voor de examens volgende week. Maar dan natuurlijk in de avond ga ik met mijn vader in Gent gaan wandelen. En ga ik waarschijnlijk een mens out hebben met mijn vader. En lekker op een restaurant, op café of zo gaan. En dan natuurlijk Toerist Lemzee. Dus mannetjes, het wordt een geweldige dag vandaag. Het wordt een speciale vlog natuurlijk voor Toerist Lemzee. Als de video af is, komt die natuurlijk ook, zal ik hem hoogstens op de Twitterpagina van Toerist Lemzee zetten. Op de Facebookpagina van Toerist Lemzee. Dus dat zet ik dan natuurlijk allemaal in de reactie of in de beschrijving. En jongens, dan zou ik zeggen, geniet zeker van deze video. Ik zal er zeer veel werk in steken. Er gaan natuurlijk ook wel een paar korte stukjes in zitten. Maar jongens, ik zou zeggen, geniet zeker van de video. En dan zie ik jullie straks of misschien vanavond met een nieuw stukje vlog. En jongens, vergeet vooral zeker geen like. Zet vooral een reactie. Zet vooral uw reactie in de reacties. En dan zou ik zeggen, mannetjes, geniet vooral van deze vlog. Wat denken jullie dat dat een ticket is natuurlijk voor vanavond voor Toerist Lemzee? En kijk wie dat er nog allemaal komt. Safia Spree komt ook nog een keer naar de vooruit te gaan. En, wat staat er hier? Acid! Komt Acid ook, look je naar de ABM, naar de vooruit te gaan. Van, hallo, ik ben hier, goedenacht. Nee. Dus dat was natuurlijk dus wel mijn ticket voor Toerist Lemzee. Dit is het, jongens. Kijk. Dat zijn de tickets voor vanavond. Je ziet ongelooflijk hard zitten. En blijkbaar komen Safi en Spree ook wel nog een keer naar de vooruit te gaan. Altijd, ja. En Acid komt ook. Ah. Nee, maar dus jongens, dat was mijn... dat zijn mijn tickets natuurlijk voor vanavond voor Toerist Lemzee. Dus ja, jongens. Hier zijn we dan uiteindelijk terug. Het is nu ongeveer 11:20. En... ik heb nu net 4 uur school gehad, 4 uur studie, maar boeien. Het is nu een vrijdagmiddag, heel schoon weer geworden ondertussen. En een beetje studeren is een beetje voor school, voor de examens volgende week. En dan vanavond op naar Toerist Lemzee. Ik heb, grappig ding was, ik had studie en ik heb ondertussen gewoon YouTube filmpjes van Toerist Lemzee en van IJsdesso bekeken. En Enzo Knol ook. Dus ja, wat er eigenlijk al grappig was, was dat er zo gasten achter mij zat echt mee te kijken met mijn YouTube-filmpjes, was dat grappig. Maar ja, dus vanavond naar Toerist Lemzee, zoals jullie allemaal al weten. En nu, naar huis, lekker gaan eten. Nou man, ik heb zot veel fucking honger, dus niet normaal. Maar ik heb dus honger, eten, studeren en dan gaan eten met mijn vader en dan gewoon Toerist Lemzee, jongens. Ik zie het zo hard zitten, echt wel, dat is niet normaal. Dus mannetjes, let's go! Zo schoon weer. Niet normaal. Echt hoor. Veel te schoon weer voor een brug te rijden. Maar ja. Ja. Free hands. Sorry voor de wind. Maar ja. Echt wel schoon weer. En je ziet hier echt zo de kerstverlichting al hangen zo. Lekker. Kijk die kerstverlichting al. Echt wel zot. En al die mensen kijken zo naar mij. Echt awkward. Maar boeien. We zijn YouTubers of we zijn het niet, hè. Maar niet vallen. Kom aan Anton, rapper, voor het rood, voor dat rood is. Ja, yes, we are done. Zijn er gewoon geraakt? Yes. Niet pijn dat eruit zit. Ik kijk daar mee van. What the fuck doet die kerel? Man. Eindelijk klaar, na vier uur studeren van school. Ik ben gewoon tent. Maar ik denk dat een blikje Rijnboom mij wel deugd gaat doen. We hebben uiteindelijk toch gereserveerd om 7 uur. In het restaurant, om 8 uur.
in een goed restaurant Gent. Lekker gaan eten met een daddy. En dan, toeristen zien me echt zo kapot van het studeren. Fuck, gast. Hier echt de handen naar mijn bureau. Ik heb, weet je, ik daar zelf gewoon in mijn pet heb gestuurd. Van, oh, what the fuck. Maar, ja. Nu andere kleren aan doen. En jullie zien zoiets wel kleren dat ik kan heb. Allee, wat ik ga doen, is een beetje chic, ja. Het is wel fucking toeristlam, see. Want ik heb gelezen op Facebook dat er echt zo niemand weg had vanavond. Iedereen is thuis, iedereen studeert. Normaal zou ik dat ook moeten doen. Maar ja, het is toeristlam, see, vanavond. Wie had er nu niet? Niemand, maar ik wel. Dus mannetjes, jullie zien een 3, 2, 1, bam. Hemdje, broekje, alles erop en eraan. Dus mannetjes, ik zou zeggen, let's go to Toerist Lemzy. Ik zie een vriendje, maar ik had het